Ja, goeiedag beste kijker. Welkom bij een aflevering van de genomineerde van ondernemer van Weidemeren. Ik ben Jan Lagrouw. Ik ben eigenaar van Heren van Loosdrecht Krokateurs. Ik maak deze film in een wat ontspannen situatie, want ik ga morgen met vakantie en er moest voor die tijd nog een filmpje opgenomen worden. Dus bij deze zit ik al in mijn zomeroutfit klaar om naar de zon te gaan. Het is nog een zonnige dag in september. We zitten hier in de porseleinhaven van Loosdrecht, waar wij ons kantoor hebben gevestigd. Even terug in de historie. Wij zijn begonnen in 2014, officieel dan. Toen is het idee van de Heren van Loosdrecht ontstaan bij een buurtbarbecue op de Nieuw Loosdrechtse Dijk, waar wij toen woonden. Daar is het idee geboren en verder uitgewerkt. En we zijn nu 10 jaar verder. We hebben 5 mensen in dienst die werken om de producten van de Heren van Loosdrecht onder de aandacht te brengen bij de betere horeca, zoals wij dat dan noemen. We leveren aan ongeveer 400 bedrijven in Nederland. En we zijn er natuurlijk het meest trots op dat we hier in Loosdrecht en omgeving aan heel veel horecabedrijven onze producten mogen leveren en dat we daar op de kaart staan. Zoals gezegd zijn we in de porseleinhaven van Oud-Loosdrecht. Ik zit hier op een kerkbank uit het kerkje hier aan de overkant van de dijk. Dat hebben wij gekocht als een soort sponsorbijdrage voor de restauratie van de ramen van de kerk. Nog even terug naar de Heren van Loosdrecht. Wat maakt onze producten zo uniek? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat we scharrelvlees uit Nederland gebruiken. Dus ons vlees wordt niet heel de wereld overgevlogen of gevaren. Verder gebruiken wij echte bouillon. Dus die wordt echt getrokken van het vlees, wat de producten een volle smaak heeft. En wat ook een heel belangrijk punt is aan onze producten, we gebruiken absoluut geen kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Alles is puur natuur. Voor wat betreft onze lokale betrokkenheid, wat ik net vertelde, het kerkje aan de overkant, het lichtbaken, dat dragen wij een warm hart toe. Verder sponsoren wij met radioreclame het Loosdrecht Jazz Festival. En verder hebben wij met onze webcam meteoloosdrecht.nl geven wij heel Nederland een kijkje over de plassen van Loosdrecht om daar lekker te recreëren aan het water en te genieten van een kroketje uit Loosdrecht.